Welkom dames en heren bij deze nieuwe attractievlog. Vandaag zijn we in het plaatsje Botterop in Duitsland om te genieten van een Alpina coaster. Ja, en ik heb er zin in. We gaan snel naar binnen. Ah, leuk. We hebben hier een model van de achtbaan. En dit is een binnenhal. Ik denk dat je daar feestjes kan houden, want ik zie ook tafels staan en een bar daarachter. Heel leuk ook dat gethematiseerd in Oostenrijks, Duits ongeveer die huisjes. Heel erg leuk. En daarachter staat ook nog een sleetje. We hebben een ticket gekocht. Een enkele rit is 3,50 en al ben je jonger dan, was het 12 jaar? Dan kost dat 2,50. Dus dat ja, en een volwassene en een kind samen was 4,50. Oké. Okay. En je kan ook nog een 5 rittenkaart kopen en die was geloof ik een tientje. Oké, okay, dan kun je 5 keer van deze achtbaan. Precies. Maar even serieus, het uitzicht is echt... Oh. We liggen namelijk bovenop een berg. Dat wel, ja. We gaan even kijken, moet je kijken, mooi. Kijk eens even, het zonnetje schijnt, prachtig weer. Daar is de ingang. Zo, welkom iedereen op deze Alpine Coaster. Het is heerlijk weer en dat mag ook wel. Het voordeel is, we zijn al bovenaan op de berg. En volgens mij gaat deze best wel hard. Althans, dat merken we vanzelf wel. Onder een tunneltje door. Oké. Okay. Oh, dit gaat nog best wel met een vaartje, joh. Zo. Heuveltjes. Oké. Okay. Oh, er werd een foto gemaakt. Nou, ik heb toch alles op beeld. Wow. Zo. Lekkere bochtjes. Mooi uitzicht, hè? Fantastisch. Scherp bochtje. Hij drukt een beetje naar links natuurlijk. Hop. Gaan we nog. Nog één. Hop. Zo. Geweldig. Break. Oh, we moeten een beetje remmen hier. Scherp bochtje. Oh. Zo. Geweldig. Oh, dit is geweldig, jongens. Fantastisch. Oh, een beetje remmen. Oh. Wow. Zo, dat laatste was geweldig. Hoppakee. Ik ging iets te snel in die remmen volgens mij. Hoppakee. Oh, geweldig. Wel een heel kort ritje, zeg ik je eerlijk. Misschien een minuutje of zo. Maar die laatste bocht was echt fantastisch. Ik denk als ik twee handen vast heb, dat ik toch net iets sneller ga. Oh, zo'n tranen mogen, joh. Maar ja, fantastisch. Echt, ik vond het heel leuk. Maar wat ik al zei, ik denk... Oh, en dat zit je achterin. Dit is een soort gaas. En dat zit echt heel comfortabel. Maar wat ik zei, ja, ik denk als ik met twee handen doe, zonder camera in mijn hand, dan ga ik net wat sneller. Geweldig. Echt een heerlijke attractie. Nu al. Wauw. Ik heb eigenlijk wel zin in nog een ritje. Ik weet niet waarom. Maar Hessel sprak natuurlijk al over een 5 ritten voor 10 euro. Op zich is dat wel een mooie prijs. Maar ja, we hebben nog genoeg te doen vandaag, want we hebben meer reviews te maken. We zijn er van plaats naar plaats aan het gaan om diverse attracties en kermissen te bezoeken. Dus ja, maar echt een heel leuk baantje. Eigenlijk best jammer dat ik maar één keer ging. Maar ja, goed. Wat ik het mooie vind, is dat je zo'n heerlijk ritje door de natuur hebt, langs die bomen. En vooral bij deze baan had je ook een paar van die slalommingen. Dat voelde echt geweldig. Als je daar met een beetje een mooie vaart doorheen gaat, dan is dat echt wel heel erg tof. Maar wat ik al zei, ik vind het jammer dat het maar één ritje. Ik ga toch twijfelen. Nou ja, goed. Wie weet gaan we daar nog even een ritje extra doen. Ik vind het wel de moeite waard eigenlijk. Nog een klein stukje en dan zijn we bijna boven. Ja, dit is... Ik zie al voornamelijk wel industriegebied hier om me heen. Vooral veel fabrieken. Een soort kerncentrale ook in de verte. Maar dat mag de pret zeker niet bederven. Het was een prima rodelbaantje.
Nou, het was echt geweldig. Ja, die was gaaf, hè? Hessel, we hadden beter die, die 10 euro rittenkaart kunnen nemen, hoor. Ja, bijna wel, hè? We gaan weer. Vooruit dan maar. Maar nu zonder camera, sorry, want we hebben al, ja, Hessel, zeg maar, GoPro-beelden gemaakt. En ik heb met mijn camera even twee handen aan het stuur. Vol gas. Gewoon, ja, zeker. Wil ik ook gewoon even meemaken. Hashtag hard gaan. Vooruit. Nou, hier zie je eigenlijk hoe zo'n karretje wordt ingerangeerd. Hij gaat daar via een baan en dan maakt hij daar een bocht. En dan komt hij zo hier eigenlijk op de baan terecht. Aparte constructie. Zo, ik heb het toch wel prima vermaakt. We hebben toch, ja, wat je zag, twee ritten gedaan. De tweede keer, ja, moest ik eigenlijk wel bij die laatste bocht eventjes een beetje remmen. Want er staan ook allemaal bordjes langs de zijkant van remmen. Dus dan, ja, dat geeft al een teken van ga je niet met volle snelheid doorheen. Maar het was zeker aan te raden. Een dikke 4. Oh, dat klinkt heel negatief. Van de 5 tonnetjes natuurlijk, hè? Precies. Ja, de mensen die weten het wel. Waar het over ja, gaat. Ja, ja, ja. Zeker. Goed, dit was de video. Laat vooral een duimpje achter en vergeet niet te abonneren. En ook op het belletje te klikken om geen één video in de toekomst te missen. Doei doeg!